Welkom bij SVZW TV en vandaag de wedstrijd SVZW tegen WVF en de laatste competitiewedstrijd, de thuiscompetitiewedstrijd van Michiel Achterhoek. Er waren wat spelers niet bij, hier de jongens die gezellig even op het zonnetje in het terras gingen zitten, kijken naar hun medespelers om te kijken of ze deze wedstrijd zouden kunnen winnen. En winnen is belangrijk, want we doen nog mee in de laatste periode. En dan is het misschien niet eens de laatste wedstrijd, thuiswedstrijd van Michiel Achterhoek. En dan kan hij nog een paar wedstrijdjes spelen. En dan kunnen wij nog een paar wedstrijdjes van hem genieten natuurlijk. Het is mooi weer. Spelers zijn er klaar voor. De kleedjes kunnen worden neergelegd, de dames kunnen gaan zitten, wijntje, rozeetje, alles meegenomen. En dan kunnen we heerlijk gaan genieten van een wedstrijd tegen WVF. WVF is bij ons natuurlijk wel bekend, want oudspeler Rob Meijerink speelt in deze selectie. Maar helaas niet aanwezig. Hij is getrouwd, namens SVZW-TV natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. En WVF gaat dan gelijk ook in de aanval. Heel Achterhoek kan die bal wegperen en dan wordt de bal onderschept, maar wordt een overtreding gegaan. De Woes kan dan de bal gaan nemen en dan wordt die bal heel snel genomen. En dan is het Jansen. Jansen, oh, wat maar wordt niet gefloten. En dan is het gewoon een doelpunt. Maarten Jansen, 1-0 in de tweede minuut alweer op bij SVZ2 op de scorebord. Nog een keer hier en daar. Moeilijk te zien of er een hensbal wordt gemaakt door Maarten Jansen. Hij gaat gewoon door, wacht niet of er wordt gefloten, ja of nee, dat doet de rest wel. En dan kan Maarten Jansen, wap, die bal gewoon in de netten knallen. En zo staat het 1-0 voor SVZ2. Dat belooft een gezellige middag te worden als het na 2 minuten al 1-0 op het bord staat. En dan weet WVF natuurlijk al gelijk waar ze staan. Ze moeten op jacht naar de gelijkmaker. En dan wordt er al gelijk druk gezet en dan is het de keeper de Wielen die dan met een mazzeltje wegkomt. En anders had het alweer 2-0 gestaan. Hier Kevin Aman. Kevin Aman slingert die bal voor naar Ruud de Heijden. Maar weer de Wielen die bal kan wegboksen. En dan is het Bas Woesthuis die bal als een vuurpijl richting Dorp van Wierden schiet. Naar SVZW bouwen van achteruit hier op Aman. Aman kan die man nog spelen. Kan dan richting een strafschopgebied. Kan hem de bal voorzetten. Kan hij Ruud de Heijden? Nee, dus niet. Oh, Maarten Jansen. Prachtige mogelijkheid, maar net niet binnen. Zo rammelt SVZW stevig aan de deur bij WVF. Hier Oegus. Oegus kan de bal ook weer opstomen. Probeert dan een schot. Maar is naast. Niet geschoten, altijd mis, zeggen ze. Dus goed geprobeerd. Cenk Oegus. Michiel Verkeulen, prachtig voorzet weer. Oh, wat kan iemand nog een mooie voorzet neerleggen. En dan wordt er nog een tweede bal geschoten. Maar Ter Wielen pakt die bal netjes op. Nou, loopt wat te hinkenpinken, maar kan de wedstrijd gewoon door. Dan WVF. Eindelijk een keer een signaal richting Michiel Achterhoek. Wat dan een communicatiefoutje, maar Achterhoek, ja. Goede doelman, die weet precies dat op te lossen. Goed druk zetten van SVZ2. Dat was dat motto deze middag. En dan is het weer Ter Wielen die daar een foutje begaat. Zo zie je dat SVZ2 door druk te zetten op de verdediging een mooie kans krijgt. Hier Oegus met de bal voor langs. SVZ2 constant in de aanval. Kijken of ze die 2-0 op het bord krijgen. Hier een goede mogelijkheid. Maar er worden twee mensen worden neergemaakt door Ruud de Heijden. Het staat er voor ruim 2-0, maar op het scorebord staat nog steeds 1-0. Dan kijken we een vierde combinatie hier met Michiel Verkeulen. Michiel Verkeulen kan die de bal voorzetten, kan die zeker voorzetten. Oh, keeper grijpt naast, had niemand op die bal te wachten. En dan kan die bal netjes worden uitverdedigd door WVF. Maar weer Michael Wensing die bal dan over kan nemen. Door goed druk te zetten. Hier Oegus kan. Oh, mooie sleepbeweging erbij naar Kevin Aman. Kevin Aman staat dan nog, kan die bal voorzetten. Weer Ruud de Heijden. Een mogelijkheid, maar wordt afgefloten door het drukken van de tegenstander. Dan is het weer Oegus. En weer Te Wielen. De man speelt een prima wedstrijd. WVF. Kijken of ze toch eens richting het doel van Michiel Achterhoek kunnen komen. Oh, dat is bijna een eigen doelpunt van Michiel Verkeulen. Maar goed opgelet.
VVF kwam eigenlijk niet veel in het spel voor. En als ze dan voorkwamen, was het de score snelle uitbraken richting de goal van SVZ 2. Dan hier weer een goede paas. Kan worden voorgezet. Maar ligt onze goalie gewoon in de weg. En kan SVZ 2 weer gaan opbouwen naar een mogelijkheid voor hemzelf. En dan is het hier weer de wielen. Pakt de bal uit de lucht. Maar wordt even aangeraakt. Even met de neus op de rug van de tegenstander. Wordt even verzorgd, maar kan weer door blijven gaan. Hinken, pinken en met een bloedneus gaat hij gewoon door. Meer WVF. WVF voelt dan toch dat SVZ2, omdat ze zelf niet een extra doelpunt maken, dan misschien zelf nog een 1-1 op het bord kunnen krijgen. Daar wordt Achterhoek even dwars gezeten, wordt ook gefloten. En dan is het rustig. Dan kunnen we lekker een balletje gehakt nemen. Kijk eens, Willy, heerlijk. En dan zitten we in de tweede helft. De tweede helft al ruim in de tweede helft. Dan in het begin van de tweede helft was het rustig. Er wordt niet veel, veel gespeeld. En dan is het hier een mogelijkheid voor SVZ2, maar weer te wielen die bal kan oppakken. Nog even kunnen met een ingooi. Kan hem opgebracht, was een kon-stop door de rest van maar de prima mogelijkheid om een schitterende redding weer van te wielen. Goede mogelijkheid, ook een goede redding van de keeper van een WVF. WVF dan kijken of ze dan nog die 1-1 op het bord kunnen krijgen. Dan is het een mooie mogelijkheid, maar wordt hem al net overgeschoten. WVF ruikt bloed en zet wat meer op de aanval. En zo is er meer werk voor Achterhoek die de bal weer flink uit de lucht plukt. Dan is het Keulen kan de bal weer prachtig voorzetten. Ruud de Heijden kan de bal wel knikken, maar komt niet tot het doel. Aman, prachtig. En dan is het voor de ingevallen Tom Prumus. Oh, mooie mogelijkheid. Net ingevallen Tom Prumus. En een schitterende mogelijkheid. Hier wordt... Michiel Verkeulen stuurt daar Mike Keur, ook ingekomen in het veld, stuurt daar weg even wat toveren met de bal. Dan is het op Oegoes. Oegoes probeert dan weer, ja, op Keur. Keur zet die bal voor naar Verkeulen. Verkeulen kan dan de bal in het centrum brengen. Dan is het daar Travis, ook al in de invaller, die bal net naast schiet. Aman, dreigend. En dan is het op Teravis. Kan dan die bal schieten? Oh, het lijkt een doelpunt, maar het is geen doelpunt. Het is gewoon in het zijnet. Jammer voor Teravis. Wat een doelpuntje verdient. En dan zitten we al inmiddels in de 90ste minuut. Laatste seconden tikken weg. En dan fluit de scheidsrechter ook af. 1-0 voor SVZ 2 en we doen nog mee in de derde periode. Zo doen we samen nog wat wedstrijdjes voor SVZ 2 TV op het programma. We zien jullie graag en tot de volgende keer. Iedereen is wel een goede terugreis. We zijn nog maar een paar wedstrijden afgelopen in de hoofdklasse.